naar de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro. Die zijn onverantwoord, al dus de staatssecretaris die daarover gaat, Maarten van Ooyen. Volgens hem worden juist de meest kwetsbare kinderen geraakt als er minder geld komt. Wat is er precies aan de hand? Bij mijn tafel GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lize Westerveld, die zich al 7 jaar inzet voor de jeugdzorg. En Rutger Jongejan, die zich inzet voor kinderen die vastlopen in het systeem, na zijn eigen ervaring met zijn dochter Nomi. Beide heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Meneer Jongejan, ik kom zo bij u. Ik moet namelijk eerst even met mevrouw Westerveld de vraag stellen. We hebben een staatssecretaris die het, als ik het goed heb begrepen, niet eens is met bezuinigingen van een kabinet waar hij in zit. Ja, kunt u dat uitleggen? Ja, ik kan het proberen uit te leggen. Het is eigenlijk een situatie die al ver teruggaat naar 2015. Toen werd jeugdzorg gedecentraliseerd en werd de gemeente verantwoordelijk met wel een bezuiniging van 450 miljoen. In de jaren daarna zag je dat de vraag naar jeugdhulp toenam. En eigenlijk was dat ook het idee van het stelsel. We gaan het decentraliseren. Gemeenten kennen inwoners beter. Dus meer gezinnen en kinderen maken gebruik van jeugdhulp. Maar toen zag je wel dat de kosten opliepen. Ja. En daarom heeft het afgelopen kabinet ook gezegd, wij moeten toch eens met de sector en met gemeenten gaan zitten om te kijken hoe we die extra uitgaven die we aan jeugdzorg hebben weer wat kunnen indammen. Dat heet de hervormingsagenda. En dat moet de komende jaren al meer dan 1 miljard besparen. En nu is daar bovenop nog een extra bezuiniging gekomen. Die is bedacht door deze coalitie. En die extra bezuiniging van meer dan 500 miljoen... Die moet nou opgebracht worden door bijvoorbeeld een eigen bijdrage van ouders te vragen. 1500 en daarvan zegt euro. De staatssecretaris, ik vind dit onverantwoord, maar ik heb hier een regeerakkoord uit te voeren. En hij legt de bal weer terug bij de Kamer. Maar is dat niet gek? Ik bedoel... Ja, okay. Dit is een hele gekke situatie. U probeert daar iets aan te doen, geloof ik. Aanstaande dinsdag wordt er gestemd over uw motie. Ja. Om deze bezuiniging tegen te houden. Ja. Maar de formerende partijen, dus niet de coalitiepartijen, maar de formerende partijen, die gaan waarschijnlijk niet voor uw motie stemmen. Ik ben er bang voor. Ik hoop dat ze alsnog anders zullen besluiten. Maar hier begint eigenlijk deel 2 van wat een hele bizarre situatie is. Want toen wij deze extra bezuiniging ontdekten in het regeerakkoord, hebben we daar meteen natuurlijk actie op ondernomen. Hebben we meteen met ook 3 van de 4 partijen die nu aan het onderhandelen zijn gezegd, dit is onacceptabel, dit moet je van tafel krijgen. We hebben dat toen ook al geprobeerd en de afgelopen jaren voortdurend op gewezen dat het niet uitvoerbaar is om bovenop die miljard nog eens 511 miljoen euro extra te bezuinigen. Nou, 3 van de 4 formerende partijen, dus BBB, NSC, maar ook de PVV, waren dat met ons eens. Alleen nu zitten we dus in de hele gekke situatie dat de partijen die in het kabinet zitten ook zien dat het onverantwoord is. Dat ook de staatssecretaris die het moet uitvoeren zegt, ik krijg dit niet uitgevoerd. Ik kan dit niet uitvoeren zonder dat we die alle kwetsbaarste jongeren hiermee raken. En natuurlijk hun ouders. Maar dat dus de formerende partijen zeggen, ja, maar we hebben dit de afgelopen jaren ook gevonden. We wijzen alleen nu weer terug naar de staatssecretaris, want het is toch wel echt zijn verantwoordelijkheid. Ja, even kort, want het is wel zo, in verdediging van de nood tot bezuiniging, dat de kosten voor met name lichte zorg ook heel erg zijn gestegen. Dus zou je denken, het is ook niet zo gek dat er bezuinigd moet worden. Nee, en dat klopt inderdaad. Je ziet dat het aantal jongeren dat gebruik maakt van relatief lichte vormen van hulp. En dat zijn soms ook ouders die de weg naar de gemeente goed weten te vinden. Wat moet ik me daarmee dan bij voorstellen? Wat is lichte hulp? Nou, bijvoorbeeld jongeren die vastlopen op school. Het gaat even niet goed en de ouders denken, er is iets met mijn kind. En die roepen de hulp in van jeugdhulp en de rekening gaat naar de gemeente. En ik sla een beetje plat, maar daar zou je aan kunnen denken. En die vraag die is gestegen. Dat komt ook door de marktwerking, want het is veel lucratiever om jongeren met lichte hulpvragen te helpen dan jongeren die eigenlijk zo'n complex trauma hebben dat ze helemaal zijn vastgelopen. Ja. Maar daarom precies is die hervormingsagenda. Dus al dit soort zaken worden meegenomen in die uiteindelijke besparing van 1 miljard... die ook nog de komende jaren gerealiseerd moet worden. En waar ik het nou over heb en wat ik onverantwoord vind, is die extra bezuiniging van 511 miljoen. Die daarvoor afgaan moet plaatsvinden. Want dat gaat ten koste van de meest kwetsbare jongeren. Dat kan alleen ingevuld worden door een eigen bijdrage. Of door bijvoorbeeld jongeren na hun 18e geen enkele vorm van jeugdhulp meer te geven. Ja. Dat noemen we nu verlengde jeugdhulp. Of door bijvoorbeeld te bezuinigen op expertise-netwerken. Die zijn juist in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de jongeren die helemaal vastlopen, dat
zodat zij toch betere hulp kunnen krijgen. Nou, dat zijn nu de bezuinigingsopties die Van Ooyen in zijn brief schetst. Ja. Daarvan zeg ik ook met hem, dit is echt onverantwoord. Hiermee pak je echt de jongeren die nu helemaal vastlopen. En waarvoor het nu al heel slecht is. Hè? Want heel veel van die jongeren die staan nu al op een wachtlijst. Laten we daar even verder over praten. Over de problemen die er nu eigenlijk al voor liggen. Want meneer Jongejan, u kent mevrouw Westerveld op een hele bijzondere manier. Ja. Kunt u vertellen hoe u elkaar kent? Ga jij me aftrappen? Nou, ik kreeg een brief van Nomi, de dochter van Rutger. En dat was een hele indringende brief waarin ze eigenlijk haar afscheid aankondigde. En ik wilde daarop reageren, maar ik was eigenlijk al te laat. Want toen kreeg ik een aantal dagen daarna een mail van Rutger. Nomi had een mail gestuurd waarin ze aangaf dat ze vastliep in de jeugdhulpverlening. Ze is in een periode van 6 weken 4 keer overgeplaatst. En dan heb ik het echt over overplaatsingen door het hele land heen. Van Oosterbeek naar Arnhem, van Arnhem naar Den Haag en van Den Haag naar Franeker in Friesland. Ze had het idee dat ze was opgegeven. Het erge is dat als je kijkt naar het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, dat die daar ook wat over vinden. Over jongeren die worden opgenomen. Dat ze dan en als je dan ze ver weg plaatst van hun ouders, dat ze dan die binding kwijtraken en helemaal het gevoel hebben dat ze er niet meer toe doen. Dat is in 2019 al gepubliceerd. Nomi heeft in die brief heel duidelijk aangegeven van, ik wil echt wel hulp. Ik wil ook wel meewerken, maar ik weet ook niet meer hoe ik het moet doen. Die brief heeft ze op zaterdag verstuurd. En op maandag kreeg ik het bericht dat ze was overleden. En het wrange is dat ik de woensdag ervoor heb aangegeven dat ik dacht dat er een suïciderisico was. Op vrijdag is ze overgeplaatst naar de instelling in Franeker. Met als motivatie vanuit de instelling in Den Haag, vanuit Joes, van of er een suïciderisico is, weten we altijd pas achteraf. Op donderdag gewoon doodleuk vragen of ik haar naar Franeker wil brengen. Ik zei nee, want ik ben het hier niet mee eens. Mm. Ik denk dat je een heel groot risico nu neemt. Je gaat haar plaatsen naar een instelling die ze niet kent. Die afwijkt van de afspraken die met haar gemaakt zijn. Op een vrijdagmiddag. Dus daar gaat een heel lang weekend tussen zitten. En ook weer het expertisecentrum kinder- en jeugdpsychiatrie die zegt, hou er rekening mee dat bij een opname of een hernieuwde opname het suïciderisico enorm toeneemt in de eerste dagen na de opname. Nou, dan ga je dus een weekend kiezen waarin dus nul nabijheid kan worden geboden. Op zaterdag uit die mail blijkt nog van, ik wil echt wel. Ik sta er echt wel voor open om geholpen te worden. Een mail aan mevrouw van mevrouw Westerveld. Ja. En vervolgens op maandagochtend, de dagen dat ze dus daar voor zichzelf bevestigd heeft gekregen, ik doe er niet toe. Was voor haar, de warmte en de liefde van de mensen voor haar heen was niet meer genoeg om haar hier te houden. En als ik dan die mail lees, dan denk ik van, je wilde echt wel. En als ik dan het hele optelsommetje maak van maandagochtend om 8 uur is ze nog geroepen voor het ontbijt, heeft ze nog gezegd, ik kom eraan. En om 8:55 is ze gevonden. Er is nooit een goede overdracht geweest. Ze zijn in Friesland niet op de hoogte geweest van het suïciderisico. En zij heeft waarschijnlijk gedacht dat ze dat wel van op de hoogte waren en dat dus een suïcidepreventietraject zou worden opgestart en dat ze dus op tijd gevonden zou worden. Want ik ben er echt van overtuigd, ook door die mail, dat het haar per ongeluk gelukt is. Ja. Hoe luistert u dan naar bezuinigingen? Ja, ik denk dat uiteindelijk bezuinigingen betekenen dat je meer geld gaat uitgeven. Want deze jongeren die nu al op wachtlijsten staan, op papier zijn de wachtlijsten 3 maanden, hè, voor jeugd GGZ. Ja. Want het is heel breed, hè? We hebben het over jeugdzorg. Maar jeugdzorg is van oudsher natuurlijk, wordt het een beetje gezien als de bemoeizorg, hè, de probleemgezinnen. Maar eigenlijk is het een veel breder pakket. Het is kinder- en jeugdpsychiatrie zonder verblijf, met verblijf. Het is jeugdreclassering. En het is inderdaad dat stukje bemoeizorg, maar ook jongeren met een verstandelijke beperking. Dus het is een heel breed pakket waar je op gaat bezuinigen. Ja. Als je dan bedenkt dat bij de jongeren die dus nu vastlopen in de hulp voor hun mentale problemen, van de 12 tot 18-jarigen zijn jongeren, zeg ongeveer 15% is op dit moment, heeft een hulpvraag, staat op een wachtlijst op papier van 3 maanden. Maar de jongvolwassenen
dus die heel lang op de wachtlijst hebben gestaan, die in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen, waardoor ze eigenlijk alleen maar bevestigd krijgen van ik doe er niet toe. Ja. Dat aantal is verdubbeld. Dus het aantal mensen met mentale problemen neemt toe. Want die zijn zo in die vicieuze cirkel terechtgekomen, zo in die neerwaartse spiraal, dat ze eigenlijk alleen nog maar dieper in de put komen. Ga je die mensen nu niet helpen, dan gaat dat aantal alleen maar toenemen. Nou, want een van de dingen die nu ook meespelen, die we ook uit het veld veel horen, is die 18-jaar-grens. Na 18 jaar krijg je natuurlijk geen jeugdhulp meer. Dan ben je namelijk volwassen. Ja. Speelde dat ook bij uw dochter? Ja, dat speelde absoluut. Zij vanaf haar 18 is gekeken van, je moet naar een andere instelling. Want ze kreeg ontzettend goede hulp. Mijn dochter die had autisme, maar had eigenlijk wel gewoon een heel breed sociaal netwerk. Zoals ze haalde gewoon goede cijfers op school. Ze wist ook goed wat ze wilde en wat goed voor haar was. Maar ze had wel hulp nodig. Ze had de hulp nodig om die weg naar volwassen worden te krijgen. Om haar perfectionisme, wat samenhing met haar autisme, om dat een beetje te reguleren. En daar ook gewoon toch af en toe wat genuanceerder naar te kijken. En daar kreeg ze hele goede hulp voor. Die meiden in Oosterbeek, haar begeleiders, die waren zo betrokken. Maar ze werd volwassen. Dus ze moest naar de volwassen hulpverlening. En ze is continu tussen wal en schip beland. Ze kwam in Arnhem op een gesloten afdeling voor volwassenen. Met mensen met problematiek die totaal niet passen bij haar. Nee. Dat ze op een gegeven moment zei van, ja, pap, ik zit hier met een man die denkt dat hij een vakier is. Ik zei, joh, ga maar niet in discussie, want dat ga je verliezen. En je maakt alleen maar het probleem groter. Nou, dat was in de tijd dat er een lockdown was, dat we een avondklok hadden. Het was min 6 graden buiten. Ze kreeg op een gegeven moment een discussie met een verpleegkundige daar op de afdeling, die niet met haar naar buiten wilde om even een rondje te wandelen. Ze is weggelopen, maar ze hebben 3 uur gewacht met alarm slaan dat ze weg was. Maar wel met min 6 buiten, een lockdown en een avondklok. Ja. Ze kon nergens terecht. Uiteindelijk heeft ze mij in paniek gebeld. Ik heb haar opgehaald van het station. Uiteindelijk ook in het gaandeweg gesprek kwam ik er pas achter dat zij op een gesloten afdeling zat. Dat wist ik gewoon niet. Dat was nooit met mij gecommuniceerd. Dus dat is dus op het moment dat ze dus volwassen zijn, dan verlies je ook als ouder het contact eigenlijk. Mevrouw Westerveld, is dat iets wat u vaker hoort? Ja, veel vaker. En er zit een heel groot probleem op die leeftijd van 18. Want onder 18 zijn de gemeenten dus verantwoordelijk sinds de decentralisatie. Na 18 is het de GGZ. En dat zorgt soms voor nieuwe wachtlijsten. Maar ook, zoals de heer Jongejan net zegt, zorgt dat er dus voor dat jongeren die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn om bij veel oudere mensen geplaatst te worden, of die hun eigen hulpverleners willen houden, dat zij in een heel nieuw systeem terechtkomen. Daarom zou je juist die grens zou je niet zo strak moeten maken. En ik ben ook al een tijd bezig met de initiatiefwet daarop. Maar het kromme is dus dat een van die besparingsopties van die 511 die nu miljoen voorliggen, ja, is dus ook van, we gaan dit nooit meer toestaan, dat jongeren na hun 18 nog even die verlengde jeugdhulp kunnen krijgen. Dus dat laat weer zien, ja, hoe heftig al die besparingsopties zijn die nu voor liggen. Wat de uiterste consequentie daarvan kan zijn. Ja. Als ik u beide hoor, dan is het, u beschrijft eigenlijk een systeem waarbij kinderen en jongeren zich vergeten voelen. Dat zegt u echt. Ja. Ze denken op een gegeven moment, niemand geeft nog om mij. Nee. Dat zegt ook de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. Die schrijft het ook op. Die zeggen, jeugdigen en ouders voelen zich onvoldoende gezien en gehoord. Ja. Maar hoe verander je dat? Ja, dat is dus het heftige. En ik vind ook dit signaal van de inspectie is glashelder. En als een inspectie dit schrijft, en dat doen ze al jaren, zij moeten natuurlijk toezicht houden ook namens de overheid, dan is er echt wel wat aan de hand. En dat is het dilemma, hoe verander je dat? Daarom ligt daar zo'n uitgebreide hervormingsagenda van bijna 80 pagina's met allemaal hele ambitieuze plannen. Maar dus wel die forse besparingsoptie van ruim 1 miljard. Het is nog maar de vraag of, of je dat gaat halen. Mm. Maar je kan dit natuurlijk alleen maar anders organiseren en zorgen dat jongeren wel de aandacht krijgen door te zorgen dat er voldoende personeel is. En dat personeel ook echt gekwalificeerd is om met jongeren om te gaan. Want het is nogal een verschil of je in een instelling terechtkomt omdat je bijvoorbeeld misschien wel inderdaad anders de criminaliteit ingaat, of dat je echt een ernstig trauma hebt meegemaakt of iets anders, waarbij je echt gewoon de allerbeste professionals op dat vlak nodig hebt. Ja. En dat wordt dan veel te veel allemaal maar bij elkaar gezien, waardoor dus heel veel jongeren en heel veel ouders zich niet gehoord en gezien voelen. Ja. Mag ik jullie allebei heel erg bedanken voor dit gesprek. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een comment achterlaten kan natuurlijk ook.